Dag dames en heren, hallo jongens en meisjes, een goedemiddag allemaal en heel hartelijk welkom bij de KRO op deze tweede kerstdag. We zijn er tot 00:30 vannacht en tot die tijd hebben we een groot aantal programma's waarvan sommige bekend zijn, maar andere speciaal gekozen voor deze kerstdag. Zo hebben we vanavond natuurlijk, behalve de Henny Huisman Surprise Show, de Sound of Christmas, waarin Julie Andrews in het sfeervolle Salzburg de King Singers, John Denver en Placido Domingo ontmoet. En we kunnen genieten van John Cleese in een extra lange aflevering van Fawlty Towers, oftewel Hotel op Stelten. En dan hebben we ook nog een hele spannende spionagefilm, De Drie Dagen van de Condor, met in de hoofdrollen Robert Redford en Faye Dunaway. Maar gelukkig, zover is het nog niet. De tijd gaat al snel genoeg, want ook vanmiddag hebben we programma's helemaal in kerstsfeer. We hebben het allemaal even voor u op een rijtje gezet. Kijkt u even mee? We beginnen zo met een impressie van kerstkribben uit de hele wereld. Daarna komt ons zwervershondje Boomer onder de kerstboom terecht. En om 16:30 moet advocaat Matlock erachter zien te komen welke kerstman een moord heeft gepleegd op een huisjesmelker. Dan is het tijd voor reclame en journaal en daarna is de KRO weer terug met het slot van Anna, een Duitse televisieserie over een jonge balletdanseres. En om 18:30 hebben we er nog 3 tekenfilms in KRO's Tekenfilmfestival. En zo ziet ons kerstprogramma eruit. De komende 10 minuten kunt u gaan kijken naar kerststallen uit alle delen van de wereld.